ziekte van Parkinson is een complexe ziekte. En eigenlijk tot een jaar of 10 geleden dachten we dat het een stoornis was met alleen maar problemen van het bewegen. Dus mensen liepen slecht, mensen gingen beven. Maar we weten dat het een veel complexere ziekte is en dat er veel meer andere stoornissen ook bij komen. Zoals problemen met het praten, problemen met het slikken, voedingsproblemen, problemen met ontlasting. Mensen slapen slecht, kunnen stemmingsproblemen optreden. Dus het is veel breder dan alleen die bewegingsstoornis. En voor elke stoornis heb je een andere therapeut nodig of een andere behandelwijze nodig. Dus eigenlijk is elke patiënt uniek. Het voordeel van een Parkinsonpolie is zowel bij de patiënt vooral, maar die kan dan gespecialiseerde mensen op fysiotherapie terrein, op psychologie, op neurologie treffen. Maar het is ook een voordeel voor de hulpverleners, want die kunnen elkaar treffen en elkaar ook begeleiden met het ontwikkelen van kennis op Parkinsongebied. En naast de medicamenteuze behandeling weten we ook dat juist die andere symptomen, zoals de slikproblemen, de problemen met het denken, de stemmingsproblemen, de ontlastingsproblemen, de spraakproblemen, dat daar andere behandelaars, andere zorgverleners voor nodig zijn. Nou, wij zijn heel erg blij met de Parkinsonverpleegkundige. Dat is degene die dat hele proces bewaakt en die ook in de gaten houdt waar de patiënt naartoe moet, wat voor behandeling de patiënt nodig heeft. Wij hebben korte lijnen met de neurologen en ook met andere disciplines. Dus heeft de patiënt een vraag of zit hij ergens mee, kunnen ze contact opnemen met ons. En wij proberen het eerst te zien van kunnen wij dit zelf oplossen. En anders dan overleggen we met de neuroloog. Het Parkinsoncentrum biedt in de eerste plaats ruimte aan de diagnostiek. Waarbij we ook de beschikking hebben over moderne diagnostische middelen zoals de PET-scan, de FDG PET-scan. En daarnaast natuurlijk is het een behandelcentrum. Wat mij persoonlijk boeit en drijft bij de Parkinson is dat het eigenlijk een chronische ziekte is met enorm veel drama. Het is niet alleen een motorisch probleem, maar op een gegeven moment komen er andere aspecten bij. Aspecten wat betreft stemming, aspecten wat betreft cognitie. En in die fase zie je dat er ook enorm impact heeft, niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de mensen rondom hem heen. En dan red je het niet alleen met tablet alleen. Dan moet je eigenlijk meer mensen rondom je heen hebben om deze patiënt goed te begeleiden. Is dus eigenlijk altijd al gericht op het signaleren en tijdig verwijzen en ook het behandelen van bijkomende ziektes. En dat verandert niet in essentie, maar wat wel belangrijk is, is dat de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn, ja, die kan hier en daar beter. En daar proberen we op deze manier aan te werken. Parkinson-revalidatie is voor de mensen het weer oppakken van activiteiten die ze hadden laten liggen en weer deelnemen aan het leven. En er weer plezier in krijgen en weer weten wat je kan en wat je niet kan. En daar weer zelfbewust in worden. Mensen krijgen een heleboel informatie van ons. Ze moeten allerlei dingen uitproberen. Maar je merkt als ze terugkomen dat ze op de momenten waarop ze het nodig hebben, dat ze de dingen eruit kunnen pakken wat ze geleerd hebben. En echt niet in het leven van alle dag altijd het toepassen. Maar als het nodig is, kunnen ze hun automatisme doorbreken en kunnen ze dat geleerde erbij pakken en kunnen ze meer dan wat ze anders hadden gedaan. Voor Parkinson-patiënten is dit van belang om zelfverzekerheid te trainen, zodat als de situatie zich voordoet waarin mensen vallen en uiteindelijk weer omhoog moeten komen, dat ze weten dat ze dat kunnen, dat ze dat geleerd hebben. Wij steken vooral in op het vroegtijdig inschakelen ook van de logopedie bij Parkinson-patiënten. En je ziet toch ook wel op heel veel andere plekken dat de logopedie pas heel laat in wordt geschakeld als de problemen heel groot zijn. En dat maakt denk ik het verschil met hier. Als mensen nog vrij goed functioneren, krijgen ze al wel logopedie aangeboden. In de lijn van van de ketenzorg voor de Parkinson-patiënt komen wij eigenlijk in beeld als iemand in een verdere fase zit van de ziekte van Parkinson. Of als iemand door bijkomende aandoeningen kwetsbaarder wordt en minder belastbaar. Oudere mensen met de ziekte van Parkinson, die we ook veel zien binnen het Centrum Geriatrie, hebben vaak ook nog
andere ziekten. En die ziekten zijn ook van invloed op het functioneren van de patiënten met de ziekte van Parkinson. En ze gebruiken ook medicatie voor die andere ziektes en die kunnen ook van negatieve invloed zijn. Ik denk dat de zorg absoluut beter wordt. Daar ben ik van overtuigd, omdat je alle mensen, alle disciplines met kennis aan tafel hebben. En dat je dus die kennis deelt en tot een optimum brengt. Als je in de loop van de jaren gaat kijken dat wij hier dus nu naar het ziekenhuis gaan, ja, dan merk je daar duidelijk een verschuiving in. Eerst kwam je alleen bij de neuroloog. De neuroloog die bepaalde de medicatie en daarmee was het dan ook afgelopen. Je ging weer terug naar huis en over een half jaar kwam je weer terug. Nou, afgelopen jaren zijn Parkinson-verpleegkundigen zijn aangesteld hier in het MCL. En dat betekent toch wel een hele verandering en een... Ja, voor mijn gevoel ook een hele verbetering erin. En wat wij eigenlijk willen bereiken is dat een patiënt met Parkinson een zo goed, zo'n optimale kwaliteit van leven kan leiden met de ziekte van Parkinson. Het is een proces. Ik denk dat je het anders moet kijken. Wat we nu zien is een proces van vele jaren, wat zich aan het ware ontwikkeld heeft. We begonnen met de neuroloog, toen kwam er een Parkinson-verpleegkundige bij, toen kwam er een geïnteresseerde fysiotherapeut bij. En heel geleidelijk aan heeft zich dat vormgegeven tot een Parkinson-centrum. Dat is niet een proces van één dag, dat is iets wat al jaren zo geleidelijk aan ontwikkelt. Ik ben er heilig van overtuigd dat hierdoor de zorg voor de Parkinson-patiënten beter wordt.